Welkom bij Dorpse Dingen. Het programma waarbij we de kleine evenementen in de kerkdorpen rondom Breda onder de loep nemen. We gaan eens een kijkje nemen in Ulvhout. Ulvhout, het schone dorp aan de markt. Met de Laurentiuskerk, Molen de Korenbloem, Museum Paulus van Daasdonk. Maar ook een wervelend evenement. De Rock Top 50. En daar gaan we even kijken. Waarom de Rock Top 50? Nou, we gingen vroeger altijd naar Bavel, naar de Gouden Ouwe van de Blauwe. En naar de Top 100 in Maarden. En hier aan de bar is toen het idee geboren om dat een klein beetje te combineren. En omdat we zelf liefhebbers zijn van rockmuziek, hebben we besloten om daar een Rock Top 50 van te maken. Klinkt heel gezellig. En dat is het ook. Waarom dan specifiek dit café? Nou, om te beginnen was het voor mij in ieder geval... Al is heel lang de stamkroeg. En ja, het is toch het leukste om iets te organiseren in je eigen stamkroeg. Maar ik zal het met me eens zijn dat het tot nu toe eigenlijk best goed gaat. De Rock Top 50, dat houdt in dat er een top 50 is. Hoe komt die lijst tot stand? Nou, daar zijn we eigenlijk mee begonnen en dat doen we nog steeds. Wij vragen aan de mensen die willen komen en een beetje kijken hebben op rockmuziek. Een persoonlijke Rock Top 10 kunnen insturen. En we hebben een keuzelijst van 250 nummers. En dan kunnen die mensen dan zelf in aangeven van oké, nou dat wordt mijn nummer 1. Of dan wordt mijn nummer 10. En daar hangen wij dan ook weer punten op aan. Dus ja, de mensen die als nummer 1 een liedje opgeven, dat nummer krijgt 10 punten. En uiteindelijk voegen we al die punten en van die nummers allemaal bij elkaar. En dan rolt er een lijst uit die wij zo kunnen presenteren. Is het dan zo... Dat ieder jaar verschillend is of is het ieder jaar dezelfde top 3? In de top 10 komen vaak dezelfde nummers wel terug, dat klopt. Maar over het algemeen dezelfde top 3 is het eigenlijk bijna nooit. Dus je hebt echt wel gewoon een hele diversiteit aan muziek binnen die 250 nummers dan dat wel. Ja. Is het dan zo dat het een geheim is? Wat de top 3 is, of is die nu al bekend voor iedereen? Ja, we hebben hier allemaal die lijstjes een beetje hangen. Daar staat inderdaad, de top 10 staat er niet op. Dus dat hebben we gewoon eventjes geheim. We doen tussendoor, laten we ook nooit weten van oké, dat nummer heeft al zoveel stemmen of zoveel punten. Dus houden we eigenlijk gewoon tot op de dag van vandaag, is dat een geheim. En ja, de top 10 zal een geheim blijven totdat de top 10 begint. De muziek spreekt jou zelf natuurlijk enorm aan, anders organiseer je dit niet. Ik heb altijd het idee dat het een beetje eng is. Ik zie bij hardrock demonen op de cd's, ik zie de duivel, ik zie zware teksten, hoorzware teksten. Is dat zo? Wat heeft er daarmee te maken? Ja, zij bezingen vaak wel een beetje de donkere kant van het leven, maar ja, die is er natuurlijk ook. En door het te bezingen en te benoemen, haal je het in de openbaarheid natuurlijk. Hè? Dat is voor veel bands een podium om hun mening te verkondigen of hun ideeën te verkondigen. Daar is de hele hardrock scene inderdaad om begonnen. Michiel, het moet jou ongetwijfeld ook aanspreken, anders organiseer je zo'n evenement niet. Wat trekt er jou nou zo in aan? Ja, dat klopt Tom. Het spreekt mij zeker aan. Ik luister eigenlijk al van jongs af aan. Zijn we begonnen met bandjes van Rolling Stones en dergelijke. Guns N' Roses, zeg maar. En ik ben er altijd in blijven hangen. Ik hou gewoon van de wat stevigere gitaren. Ook rustige gitaarmuziek. Maar alles waar gitaren, drums bij zitten, vind ik gewoon prachtig. Dat is pas muziek, zeg ik altijd. Nou had ik ook het idee dat ik hier een café vol zou treffen. Met mannen met lang haar. Maar... Dat is bij jullie niet gelukt? Misschien komt dat nog. We zijn pas net van start gegaan natuurlijk. Dat is één. Maar meestal zijn het gewoon de rockliefhebbers uit ons dorp Ulvhout die hier toch zeker wel naartoe gaan. Maar ook veel mensen die gewoon gezellig hier een pilsje komen drinken omdat de sfeer gewoon elk jaar top is. Daar hoort er dan toch ook bij, dat bier drinken? Of mag je hier gewoon een chocomel bestellen aan de bar? Ja, dat wordt ook gewaardeerd hoor. Iedereen is welkom, dus ook chocomel drinkers. En wat je net zegt, mensen met korte haar zijn ook, mensen worden ook wel ouder. Hè? Dus sommige kale mensen, die hebben al geen lange haar meer. Maar er zijn er wel binnen hoor, met lange haar, de echte liefhebbers. Is dit een echt hardrockcafé?
Nee Tom, dit is geen echt hardrockcafé. Wij zijn gewoon een gezellig café van jong en oud. Iedereen kan hier terecht. Ouderen voor de bridge, voor een gezellig glaasje bier, wijntje. Ook jongeren komen hier. We hebben een biljart. We hebben een zaal voor feesten en partijen. Dus ja, het is gewoon... Het is ontstaan met André Heesemans. We dachten, we gaan een gezellig middag rock doen. Kan het dan bijvoorbeeld ook zo zijn, dat stel dat ik hier volgende week zou komen, dat er dan iets heel anders te doen is met een heel ander genre muziek? Nou, heel toevallig hebben we volgende week een bluesband zitten, die ook wel rockmuziek speelt. Dus we blijven een klein beetje in hetzelfde genre. Maar ja, wie weet in de toekomst dat we een Hollandse middag gaan doen. Of, ja. Jaarlijks trekt de Rock Top 50 vaste gasten. En bijzonder daaraan is de familie Voeten. Vier zoons, vader en moeder, allemaal fans van het eerste uur. Hier naast mij papa Tom. Tom, waarom de Rock Top 50? Waarom met het hele gezin? Ja, we zijn eigenlijk allemaal fan van rockmuziek. En ja, het is lekker dicht bij huis en allemaal bekende. Pilsje erbij, gezellig. Ja. Is er dan echt niemand die Frans Bauer leuk vindt, bijvoorbeeld? Ja, ik. Dat vind ik ook leuke muziek. Aan jouw zoons te zien, een paar met lang haar, dus die kunnen goed headbangen. Maar bij jou is dat mislukt? Ja, al 20 jaar geleden is dat mislukt, ja. Maar die mannen doen, morgen zitten ze allemaal in stijve nekken in de klas. Maar als ik het goed begrijp, is dus de Rock Top 50 voor het hele gezin? Ja, 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 dat doen er eigenlijk niet zo heel veel, maar wij wel. Dat vinden wij gezellig en de kinderen ook. En er zijn al meer kinderen tegenwoordig die meekomen, dus ja, voor elkaar goed, heel het gezin, hoor, waarom niet? Voor de gezelligheid hier of voor de muziek? Of voor alle twee? Ja, sowieso beide. Het is natuurlijk één keer per jaar dat deze muziek op deze manier gedraaid wordt in een café. Ik kom ieder jaar dezelfde mensen tegen. Het is toch een soort kameraadschap dat je opbouwt in de afgelopen aantal jaren. Dus ja, beide, gezelligheid en de muziek, sowieso. Voor gezelligheid, ambiance, hou van de muziek. En als er in mijn oude hometown nog eens wat georganiseerd wordt, dan moet er dat ook bij zijn. Je kunt al jaren op Galder wonen, maar voor zoiets, dan komt het ook wel een eentje even weer terug. Ja, heel gezellig. Het is lekker gezellige, harde muziek en bekende nummers, wat minder bekende nummers voor mij. Het is allemaal ja, voor iedereen wat hier zo, dus een hele leuke middag. Ben je tevreden? Ja, hartstikke tevreden. Het waren weer 50 fantastische nummers. Echt vol publiek, is goed gedronken, goed gedanst. Ja, fantastisch. Mogen wij weten wanneer het volgend jaar is of is dat nog niet bekend? Het is altijd in oktober op een zondag en meestal tegen het einde van oktober. Dus we kunnen voor de liefhebbers alvast vragen om het te reserveren in agenda. Eén van de zondagen in oktober. Ja, heel oktober gewoon alle zondagen blokken. De Rock Top 50. Een mooi dorpsevenement. Hartstikke gezellig. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Want ik ga nog even terug. Dag!